mens zijn. Je bent het of je bent het niet. Ik heb een tijdje terug ergens gelezen dat het genetisch bepaald is of je een ochtendmens bent of niet. Of dat de waarheid is, is nog maar de vraag. Maar ik ben zelf al mijn hele leven lang een ochtendmens geweest. Ik kan echt om 7 uur mijn bed uitgaan met heel veel energie. Nou ja, dat ook niet altijd, maar ik vind het best wel makkelijk om vroeg in de ochtend dingen te doen. Ik ben best wel productief in de ochtend. Ik vind de ochtend gewoon heerlijk. En ik kan gewoon niet uitslapen. Uitslaap is voor mij echt tot 9 uur in bed blijven liggen of gewoon slapen. Maar later dan dat kan ik gewoon niet. Want dan voel ik me gewoon nutteloos en heb ik gewoon geen zin meer in de dag. Als ik zeg maar pas om 12 uur mijn bed uit zou moeten. Dat is zo niks voor mij. Mocht je nou op deze video hebben geklikt omdat je een ochtendmens wil worden, dan heb ik misschien wel een aantal tips voor je die jou kunnen helpen om, ja, beter de ochtend te beginnen en productiever bezig te zijn. Dus laten we maar snel beginnen. Het is echt verleidelijk om voor het slapen gaan op je laptop of op je telefoon te zitten, maar leg het weg. Om eerlijk te zijn vind ik het echt heerlijk om in bed gewoon op mijn telefoon te zitten, want dan worden mijn ogen sneller moe, maar eigenlijk is het niet zo gezond voor je. Dus leg je telefoon gewoon aan de andere kant van je kamer. Het kan wel een aantal uurtjes wachten. Je kan beter voor het slapen gaan bijvoorbeeld een boek lezen of iets anders doen, maar zorg gewoon dat er geen elektronica bij je in de buurt is. Dit is een hele grote uitdaging, maar het is het proberen waard. Je hoort je wekker afgaan en je drukt vervolgens op snooze. Dit doe je niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, maar gewoon 1 uur lang. Snoezen is gewoon niet goed voor je, want dan, ja, word je er alleen maar moeier van. Als je gewoon na je eerste wekker direct opstaat, heb je gewoon veel meer energie. En het is eigenlijk gewoon veel beter, want dan ben je gelijk uit bed en dan hoef je niet heel veel moeite te doen om uit je bed te stappen. En vind je het nou lastig om niet te snoezen? Leg dan je telefoon of een andere wekker helemaal aan de andere kant van je kamer. En mocht je kamer niet zo groot zijn, leg hem dan bijvoorbeeld op je bureau neer. Tenzij je bureau naast je bed staat, dat is ook niet zo handig. Maar je snapt wat ik bedoel. Als je je telefoon of je wekker naast je bed hebt liggen, dan heb je meer de neiging om te snoezen. En ligt je telefoon of je wekker daar nou niet, dan moet je wel je bed uit om je wekker uit te zetten. En dan ben je uit je bed. Zodra je op bent gestaan, drink dan gelijk een glas water. Dat is 1. Heel goed voor je. Ik ben niet zo'n healthy freak die alles van water en gezonde voeding weet. Maar het is gewoon goed voor je hele lichaam. Ik vind het heel erg lekker om water met ijsklontjes en citroen te drinken. Want het geeft gewoon een fris gevoel. En het is ook goed voor je metabolisme, als ik het goed uitspreek. En ik moet je zeggen, door water te drinken in de ochtend voel ik me echt meer wakker. Misschien niet zo leuk om te doen in de ochtend, maar maak je bed op. Door je bed op te maken heb je niet meer zo snel de neiging om terug je bed in te gaan. Want je hebt hem gewoon opgemaakt en het is nu netjes en je wilt het niet verpesten. Dus maak dat mooie ding van je op. En dan krijg je ook gewoon een opgeruimd gevoel. Want vaak is je bed de eyecatcher van je kamer. Want het neemt best wel veel ruimte in beslag. Of je nou een 2-persoonsbed hebt of een 1-persoonsbed. Je ziet gewoon je bed in je kamer staan. En het ziet er gewoon heel rommelig uit als je bed niet is opgemaakt. Altijd als ik me in de ochtend klaarmaak, zet ik muziek op. En dit kan je ook helpen om je wakker te maken. Of het nou rustgevende muziek is of, ja, dansmuziek. Ik vind het gewoon leuk om tijdens het make-uppen half te dansen. Het is heel raar, maar zo word ik wel wakker. Muziek zorgt gewoon voor goede energie. En over energie gesproken, het is ook goed om de ochtend met een workout te beginnen. En mocht je nou niet de tijd hebben om te gaan sporten, dan kan je natuurlijk ook rek- en strek oefeningen doen. Ik vind het fijn om me gewoon goed uit te rekken als ik net wakker word. Gewoon
verschillende bewegingen te maken. Door dit te doen maak je je spieren warm. Want je spieren hebben natuurlijk de hele nacht niks gedaan. En je kan ook een aantal simpele home workouts doen. Zoals sit-ups, push-ups, andere dingen. Dit hoeft niet, dit kan. Zolang je spieren maar lekker warm en wakker worden. Begin de dag met daglicht. En in de zomer is het best wel vroeg licht. Dus dan zie je vaak al wat licht in je kamer komen als je wakker wordt. Maar doe je gordijnen open en geniet gewoon even van het licht. Daglicht is gewoon het allerbeste wat er is. Daar krijg je ook je energie van. En je kan ook gewoon een wandeling gaan maken om je vitamine D te krijgen. Een goed ontbijt is belangrijk. En eigenlijk zijn daar de meningen ook over verdeeld. De een zegt dat het onzin is dat je moet ontbijten. En de ander zegt dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Ik ben de tweede persoon. Ik vind ontbijt heel erg belangrijk, want anders heb ik gewoon geen energie. Dus zorg dat je goed ontbijt. Het liefst iets gezonds, want daar krijg je energie van. Je kan natuurlijk wel met een pizza gaan ontbijten, maar dat is niet heel chill. Dan iets wat eigenlijk vanzelfsprekend is, slaap op tijd. Je lichaam heeft rust nodig. Als jij de hele dag door druk bent en geen rust krijgt, dan raakt je lichaam gewoon uitgeput en dan kan je op een gegeven moment gewoon niks meer. Dus ga op tijd naar bed. Niet dat je bijvoorbeeld de ene nacht om 9 uur gaat slapen en de andere nacht om 1 uur. Maar zorg ervoor dat je elke nacht ongeveer rond hetzelfde tijdstip naar bed gaat. En een keertje laat slapen is ook niet erg, want dat doe ik ook wel. Maar over het algemeen ga ik altijd rond een uur of 10, 11 naar bed. En dan word ik rond een uur of 7 wakker. En dan heb ik voldoende slaap gehad en dan kan ik goed de dag beginnen. Maak de avond van tevoren een planning voor de volgende dag. Dus schrijf op hoe laat je op wil staan, hoe laat je wilt ontbijten, hoe laat je de andere activiteiten wilt plannen. En zo heb je gewoon een overzicht van de volgende dag en dan moet je wel vroeg opstaan. Dan ben je productief bezig en dan gaat de dag heel snel voorbij. Ik vind het gewoon fijn als ik weet wat ik van de dag kan verwachten. Want als ik wakker word met echt gewoon een confused hoofd van ja, wat gaat de dag me nu brengen, dan heb ik automatisch geen zin meer om iets te doen die dag. Ik raad je zeker aan om dat een keer te proberen als je dat nog niet hebt gedaan. Dat waren een aantal tips hoe je een ochtendmens kan worden. Zoals ik al eerder zei, is het denk ik genetisch bepaald of je wel of geen ochtendmens bent. Maar je kan er natuurlijk wel voor zorgen dat je eerder opstaat en dat je het minder moeilijk vindt. Als je elke ochtend wakker wordt, zie je het gewoon als een nieuwe dag met nieuwe kansen. En dan heb je gewoon gelijk zin om de dag te starten. En het is altijd leuk om iets gepland te hebben, zodat je daar naar vooruit kan kijken en excited over kan zijn. Ik ben ook best wel benieuwd of jij een ochtend- of een avondmens bent. Dus laat dat hieronder in de reacties weten. En mocht je nog andere tips hebben hoe jij een ochtendmens kan worden, laat het dan ook hieronder in de reacties achter. Wie weet kunnen we elkaar helpen. Mocht je nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, dan kan dat hieronder. En geef deze video ook een blauw duimpje omhoog. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei doei!